En Wim van der Looijmen, wat voor gevoel sta je hier? Ja, teleurgesteld. Dat is duidelijk. Verliezen is nooit leuk. En nou ja, ik denk dat we niet zozeer van Heerenveen verloren hebben, maar misschien nog wel meer van onszelf. En dat is altijd jammer. Het is een wedstrijd geweest waarin Heracles absoluut niet onderdeed voor Sportclub Heerenveen. En toch kom je de eerste 10 minuten weer op heel vervelende manier op 1-0 achter. Nou ja, ik denk dat je daarin gelijk hebt. Dus we begonnen goed. Ik denk dat we de eerste 9 minuten alleen maar op de helft van de tegenstander hebben gespeeld. Ik vond ons in de opbouw ook goed. We konden goed de vrije man vinden. We kwamen best wel vaak door. En het één counter, ja, die niet eens gevaarlijk was, maar maken wij zelf een fout. En dat levert de goal voor de tegenstander op. Ja, vervolgens hadden we wel wat momentjes, maar we waren in die momentjes niet goed genoeg. De voorzetten waren niet goed genoeg. We hadden, vond ik, niet genoeg mensen in de 16. Dus het is, de tweede helft vond ik ook dat we niet heel goed begonnen. Hebben we gewisseld om aanvallers te brengen. Om meer druk op de tegenstander te krijgen, meer risico te nemen, meer mensen voorin te krijgen. Ja, dan neem je ook risico in de omschakeling als je de bal verliest. Nou, uiteraard kon Heerenveen er een paar keer uitkomen. Maar ik denk niet dat ze daar nou overdreven gevaarlijk uit werden. En het is ook tekenend dat het uiteindelijk een standaard situatie is die de tweede opleverde. Dan levert dat op het eind van de rit nog 2 buitenspeldoelpunten op. Ja. Ja, oké. De eerste was misschien een vraagteken, omdat hij via Olsen volgens mij geraakt werd. En dan is het de vraag, is het een nieuwe situatie, is het geen nieuwe situatie? Uiteindelijk beoordeelt de scheidsrechter het op deze manier en dat moeten we gewoon accepteren. Dus die wedstrijd is afgelopen. We hebben ook wel eens aan de goede kant van de score gezeten, of van de beslissing van de scheidsrechter. Dus we moeten deze nederlaag gewoon slikken en... Wel beseffen dat we zijn gegroeid. Dat we echt, vind ik, een stuk beter spelen dan dat we gespeeld hebben. Maar dat je iedere wedstrijd alles, maar dan ook werkelijk alles moet geven. En dat zit dan in loopacties, diepe loopacties. Bijkomen voor de tweede bal. Echt in de 16 willen komen om te scoren. Dat is net die 1-3% extra die we vandaag misten. Mis je dan weer zo'n aanjager als Thomas Bruns? Ja, dat zijn jongens die ons wel kunnen helpen. Kijk, maar ik vind het altijd heel slapjes om je te verschuilen achter de mensen die er niet zijn. We hadden vandaag een ploeg op het veld staan. En je zegt het net zelf, die minimaal gelijkwaardig was aan Heerenveen. Dus daar moeten we niet over zeuren. En de jongens die er niet waren, hebben hun kwaliteiten. Maar de jongens die er vandaag wel waren, die hebben ook hun kwaliteiten. Jis Hoornkamp, ik sprak voor de wedstrijd een van de supporters. En die zegt van, Jis Hoornkamp die scoort altijd thuis. En vandaag niet. En daar baal ik wel van. Was wel een goede kans namelijk. Als ik die binnen schiet, dan heb je misschien een resultaat. Ja, dan is de 1-1 en dan heb je nog kans om met nog 10 minuten te spelen. Om nog wat meer uit vuur te slepen. Ja, 100%. Dan nemen we zelf ook zeker kwalijk dat ik die bal niet binnen schiet. Voel je het een moeilijke wedstrijd? Ja, ik heb niet heel veel aan de bal. Ik ben niet heel veel aan de bal geweest natuurlijk. Voor de rest, ze speelden wel aardig, maar ik denk dat wij in de eerste helft goed onderuit kwamen telkens. Alleen in de eindfase gewoon niet of de juiste beslissing hebben gemaakt of de bal aankwam. Het was in het verleden zo dat je in het begin nog wel eens tegen een achterstand aanliep. Dat is de hele tijd goed gegaan, maar nu was het weer zover. Ja, weer. Volgens mij doen we het na de winst nog wel aardig. Sta je 1-0 achter en wat ik zeg, als ik die kans binnenschiet, dan heb je een ander resultaat. En ja, op een gegeven moment ga je dan risico's nemen en dan gaan we met de corner, blijven er een paar voor. Ja, dan komen ze de 2-0 binnen. Toch jammer van die 2 doelpunten van Sanko, die allebei wegens door is buitenspel werden afgekeurd. Ja, hartstikke jammer. Anders is het ook weer een andere wedstrijd. Hij deed het goed, 2 keer goed, 2 goede goals eigenlijk. Het is alleen jammer dat hij buitenspel stond. Met wat voor gevoel sta je hier nou? Ja, balen. Ten eerste wil je gewoon altijd winnen. Ten tweede baal ik gewoon enorm dat ik die bal niet binnen schiet. Dus teleurgesteld. Maar, met andere woorden, jullie hebben er wel voor gestreden. Ja, nee, sowieso. Kijk, we zijn de laatste tijd gaat het steeds beter. En ook voetballend gaat het er goed uitzien. We moeten gewoon verder gaan waar we gebleven waren. Het is gewoon alleen balen dat het vandaag niet zo mocht uitpakken. Ja, voor de rest moet het gewoon lekker verder gaan. Heeft het team zich gehouden aan de afspraken die jullie met de trainer hebben gemaakt? Ja, zeker. Alleen Heerenveen heeft ook een tactisch plan. Die hebben zij ook zeker bij Vlaag goed uitgevoerd.
voor de rest hebben we gewoon gedaan wat er is afgesproken. Het publiek heeft geprobeerd om jullie er doorheen te slepen. Ja, nee, 100%. Ze stonden achter ons en dat hoor je ook en daar krijg je energie van. Het is alleen jammer dat we ze niet hebben kunnen belonen. Is het nu een kwestie van knop om en op naar de volgende wedstrijd? Ja, 100%. We hebben nu volgens mij een weekje niks met de bekerfinale. We hebben nog 4 wedstrijden te gaan en gewoon volle bak ervoor gaan.